Fuck, misschien heb ik iets veel foundation op mijn hoofd gesmeerd. Goedemorgen, het is vandaag zondag en het is 11:45. En ik ga even de deur uit, even de stad in. Mijn batterij van mijn camera is alleen leeg, dus die laat ik even thuis. En die laat ik ook even op nu. Want ik ben zo dom geweest dat vannacht niet te doen. Dus dat ga ik eventjes doen, maar nog een aantal is wel echt vreselijk. Maar whatever. Ik doe vannacht trouwens dit luchtje op. Number one van Abercrombie & Fitch. Ik ben weer thuis. Ik ga hem nu even klaarmaken en dan naar Bloemendaal. En het is best lekker weer vandaag trouwens. Alleen nu is het een beetje bewolkt. En anyway, dat ga ik dus doen. Dus ik ga hem even snel klaarmaken. Zo, ik heb mijn haar gesteld en nu ga ik me even opmaken in het daglicht. Maar dat altijd als ik dat doe in de badkamer, ik dan naar buiten kom met een oranje hoofd. En dan denk ik, oh fuck, misschien heb ik iets veel foundation op mijn hoofd gesmeerd. Oeh. Het is inmiddels 4:15 en ik ga nu richting Bloemendaal. En de zon schijnt echt super chill. Oh, zie je het amper? Oh ja, nu zie je het wel mooi. Yay! Zin in! Oké, nou super chill, ik ben er en er is letterlijk nobody, dus ik ga gewoon een uurtje voor mezelf draaien. Best leuk. Because I love myself. Net klaar, dat is echt vet lekker weer buiten. Super chill. Ik ben weer thuis. Jeetje. Ik heb even boodschap gedaan. Ik ga zo even een pasta maken. Ik moet vanavond om. Van 3:30 tot 4:30 doet de meer draaien. Dus daar heb ik ook vet veel zin. Vet laden ze. Maar goed, ik ben echt super moe. Dus ik ga denk ik gewoon even eten maken en dan nog een klein dutje doen. Maar daar heb ik wel tijd voor op zich. Ik ben helemaal naar de kloten. Oh, maar ik ga wel lekker eten, jongen. Pasta met zalm en spinazie. Oh, een beetje veel. Kutzooi. Zo, dit moet even wat dikker worden. En er is net een HelloFresh box binnengekomen. Die heeft Femke besteld, weet ik veel. Ze heeft zich dit aan laten smeren. En ik vind het echt wel grappig. Wat zit er allemaal in? Kaas, andijvie, tomaten, nog een keer kaas, pijnboompitjes, worst, Noordzee heekfilet, okay. Basilicum. Rucola, pandanrijst, broccoli en dan zit hier een beetje, wat zit hier in? Een beetje peper en whatever. Wat is dit? Oh, gember, oké. Okay. Een limoen en aardappelen. Ik vind het wel grappig, maar ik vraag me af hoeveel dagen je hiervan kan eten of wat de bedoeling hier precies van is. Oh ja, dit kan je er dus van maken. Oké. Okay. Heftig. Oh. Nou, dit is best leuk. Nou, dan heb je dus 3 maaltijden. Nou, dit vind ik best wel een goed initiatief. Yummy, yummy, yummy. Eten. Yummy. Oh my god. Zo, ik zet even de camera hier neer. Maar ik ben echt niet slim bezig. Het is namelijk nu 10:50 en ik moet om 1:30 in Zoetermeer zijn. En ik word net wakker, dus ik ga nu echt haasten als een gek. Dit zijn echt de beste toetjes ever en ik eet er nog even snel eentje. Oké, ik bouw echt van mijn leven en het feit dat ik zeg maar nooit op tijd mijn bed uit kan komen of wakker kan worden van mijn wekker. Echt, het is ellendig. Ik ben hier ook gewoon helemaal kutziek eruit. Maar goed, ik ga mijn make-up onderweg maar doen. Maar heeft er iemand een tip hoe je wakker kan worden? Zeg maar, ik kan het gewoon echt niet. Speciale wekkers hebben ook geen zin. Ik heb een keer zo'n wake-up light gehad. Nou, dat moet een soort van vredig wakker te worden. Denk maar dat je vredig wakker wordt. Gewoon een fel licht.
irritante vogels die krijsen en dat dan heel de tijd opnieuw. Dus het is totaal niet natuurlijk of chill. En ja, dan heb je ook nog van die irritante wekkers waarbij je een som op moet lossen of zo. Voordat je... Maar ja, dat, ik slaap er gewoon doorheen. Zeg maar op een gegeven moment hoor ik het niet meer. Dan raak ik eraan gewend, dan slaap ik gewoon. Dus ik weet niet of hier verder nog een oplossing voor is. Maar ik begin mezelf een beetje zat te worden dat ik heel de tijd overal daarin slaap. En whatever. Ik ben in Zoetermeer. Het is fucking koud en stil. En dus. En laat. Dat is het ook. En ik ben moe en ik wil in mijn warme bed liggen. Zo, ik ben weer thuis. En het is inmiddels 16:30. Jezus Christus. En ik ga nog even lekker pasta eten. En water drinken. Yay, hey, hey. En dan ga ik lekker slapen, want ik ben helemaal kapot. Oké, bye. Hammy! Want Thea is weg, dus ik moet voor Hammy zorgen. En ik heb hem net eten gegeven. Maar hij is weer verstopt. Oké, doei Hammy. Zo, ik heb mijn make-up eraf gehad en mijn tandjes gepoetst. En het is nu 16:50. En ik ga lekker slapen. Het is morgen maandag. Dus het is weekend weer voorbij. En bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie morgen weer. Doei.